Dat is twee man. Even een sensor dart in de hoop te kijken of hier niet iemand is toevallig achter me. Die hebben we ook. Er zit hier nog iemand. Die hebben we ook. Er zit nog... Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video. Vandaag spelen wij Call of Duty Black Ops 4. En spelen we op de map Frequency. We spelen een team deathmatch potje en we gaan kijken of we de enemies kunnen inmaken. En of dat gaat lukken of niet. Ik speel met de Ruin Specialist. Dit potje is echt net begonnen. Mijn PlayStation is best wel langzaam, dus ik span wat later in. Ik speel met de Rampant 17. Wat ik persoonlijk best wel een fijn wapen vind. En zo te zien staan we achter. Niet ver, maar we staan achter. Ik heb geen idee waar ze nu zijn. Hallo? Hier? Daar. Die hebben we ook. Of ik doe dat. Ik hoop dat jullie Black Ops 4 leuk vinden om te kijken. Ik heb het gewoon gepre-ordered en ik heb nu access to the private beta voor degenen die dat willen weten. Deze game moet je wel jezelf healen, dus het gaat niet meer vanzelf. Je moet echt zelf wat doen als je wil healen. Dus in deze game kun je ook sneller gekilled worden. Voorheen was dat eigenlijk alleen omdat je dan aan het reloaden bent. En nu kan dat ook door bijvoorbeeld omdat je aan het healen bent ofzo. Ik sta hier niet goed. Nee, hij had een head glitch en ik niet. Even kijken of we hier wat enemies kunnen vinden. Ze hebben in deze game ook toegevoegd dat je nu voor een specialist abilities hebt. In plaats van... Je hebt nu, je moet jezelf healen met L1. En ik kan met R1 kan ik een grappling hook doen. Wat ik zelf heel fijn vind. Daarom heb ik deze aangezet. En mijn specialist is de Grav Slam. Dat is hetzelfde als Gravity Spikes in Black Ops 3. Voor degene die Black Ops 3 hebben gespeeld. Zit hier nog iemand? Ik weet gewoon dat er nog iemand zit. Ik heb vier kogels. Moet ik even reloaden. Ik zat daar heel erg te campen. Dat geef ik toe. En ik weet dat ik heel veel zeg dat ik mensen haat die zitten te campen. Dus ik ga nu ook een beetje rondrennen. Ik heb nog 22 kogels, dat is wel genoeg voor nu. We hebben de UAV en de care package. De care package ga ik nu inroepen. Ik wil zeggen, als ik dood ging, maar toen ging ik net dood. Dus die ga ik nu even inroepen. Kunnen we dat hier doen? Nee, ik sta hier onder een fucking plateau. Of zo. Laten we het hier doen. En dan blijven we hier heel even. En dan staat er hier een enemy. Die guy moeten we even killen. Anders gaan we dit niet. Waar is hij? Oh, oké, mijn teammate heeft hem. We hebben de Hellstorm. Ik probeerde dat heel voorzichtig te doen, maar dat werkte niet. Want anders dan had hij mijn care package. Ik zie hier twee man. Kunnen we die halen? Zo de. Dat waren er vier. In plaats van twee. Ja, ik weet niet eens meer wat ik moet zeggen nu. Hier zitten mensen. Is het doorgerend? Nee. Dat was misschien niet zo heel slim om nu te gebruiken. Maar ik heb het gewoon gedaan. En ik had daar nog een kill. Oké. We staan nu 16-4. Wat ik best wel een mooie score vind. En we staan voor op het moment. Het potje gaat maar tot 75 kills. Dat gaan ze in de daadwerkelijke game nog verhogen. Heeft Treyarch gezegd. Omdat anders de potjes te snel klaar zijn. Maar op het moment is dat eventjes 75. Hebben ze een Wardog? Ze hebben een Wardog. Nou moet ik wel even een beetje campen. Want anders overleef ik dit hier niet. Dit mag ik mijn teammate halen. Die hebben we. Ga naar binnen. Die Wardog is echt vervelend. Oké, dus lopen hier wat mensen. Ik kom dus zo meteen hier naar binnen. Ik blijf hier heel even... Nee, hij komt niet naar binnen. Ik blijf hier heel even campen nu hoor. Er zijn hier drie man. Daar hebben we hem.
Ze hebben nu ook toegevoegd dat killstealen geen zin meer heeft. Vanwege, omdat het in de vorige Call of Duty dus iedereen dat het zeuren was over killsteal. Als je nu iemand hebt gedamaged en iemand anders maakt hem af, krijg je ook gewoon de 100 punten voor de kill. Dus dan hoef je daar ook geen ruzie meer over te maken. Ze hebben in deze Call of Duty nu al twee nieuwe modes geïntroduceerd. Dat is Heist, waar je een zak met cash moet pakken en die moet deliveren bij een extraction point. En je hebt de game mode Control, wat een soort search and destroy is, maar dan met points en een beperkt aantal levens in plaats van dat iedereen één leven heeft. Heeft het hele team heeft er dan 30. Op het moment dat die levens op zijn, ben je ook echt dood. Dat was niet heel slim. Ik had hem waarschijnlijk moeten cancelen. We gaan nu een stuk slechter ineens. We gaan nu al 21 om 6. Dus nog niet heel slecht. Oké, ik wist niet dat het mogelijk was om dezelfde specialist te pakken de hele tijd. Die hebben we ook. Even reloaden. Ik zie daar nog iemand. Dat was hem. Oké, we hebben het potje gewonnen. Net op tijd. En ik ben net niet de eerste. Wat ik heel vervelend vind. Ze hebben in deze game ook de best play toegevoegd. In plaats van Final Kill Cam. En blijkbaar heeft zij een heel veel kills gehaald met een kraniet. Want ze raakte niemand. Dit is natuurlijk een beetje kort. Dus we doen gewoon even nog een potje. En dan zie ik jullie zo in het volgende potje. We zijn hier op de map Contraband. Wij gaan dit keer voor de Recon Specialist. En wij gaan spelen met de class custom 6 Rampant 17. We spelen een potje dus met de Rampant 17. Op de map Contraband. Dit is een kill confirmed potje volgens mij. Ja. En we doen even vanaf het begin. Onze teammate is lekker aan het snipen zo te zien. Hij heeft nu al 3 kills. Dus dat gaat lekker. Hier zit een man. Ik heb geen idee wat die aan het doen was. We gaan even hier even omlopen. Kijken of we in hun rug kunnen komen. Voor zover dat ook kan. Die hebben we ook. Zit er hier nog één waarschijnlijk? Nee. Zit er wel in het midden. Die hebben we neer. Gaan we even reloaden. Dan komen er hier een paar doorheen pushen. Dan gaan we die ook even proberen te pakken. We pakken gewoon even de dogtex, want blijkbaar zijn ze al neer. De Recon Specialist heeft als specialist dat hij door muren heen kan kijken. En als specialist ability dat hij een sensor daar plaatst en dat hij iedereen in de area op de minimap kan zien. Dus als ik zo doe, zie ik dat daar dus niemand zit. Nu ineens heel veel mensen zitten. Dat was heel raar. Ik kwam echt met z'n drieën ineens aanrennen. Maar dat is dus wat hij doet. Dan kan ik het zien op de minimap. Dat wil ik even zien. Hij is goed in snipen. Weten we dat ook. Deze game staat bekend van wat ik nu heb gehoord om mensen die veel snipen. Ik stond achter een muur, hoe deed je dat? Blijkbaar zo. Dus ik ga een klein beetje proberen in de close range te blijven, zodat ik niet te veel gesniped word. Zit achter ons een guy. Ik heb hem. Is er nog iemand? Die is nu ook dood. Ik had niet eens door dat er twee mensen zaten. Ik dacht dat er maar één was. Zit achter ons zit iemand. Maar hij is gewoon verdwenen ineens. Oké, hij is weg. Daar is hij. Ik heb hem. Beetje killsteal, maar dat maakt niet uit. Achter ons zit hier weer iemand. Ik heb hem. Hij is aan het grappelen. Er zijn meer mensen daar. Een heleboel meer mensen. Dan moet ik hier snel weg. En dan staat er hier ineens een guy. Hoe heb ik jou, meneer? Je bent echt... Dat had niet gemoeten. Oké. Geen idee hoe ik dat zo lang heb overleefd. En waarom hij er zo lang over deed om mij überhaupt te schieten. Hier komt iemand. Zometeen. Wacht. Daar dus. Dan komt ze terug. Goed, even een ninebang. Daar is hij weer. Hoe heb ik hem niet? Ik ga hem even proberen te flanken. Als hij dat niet bij mij doet...
En als mijn sprintknop wil meewerken, dan kan dat. Dat is twee man. Even een sensor dart in de hoop te kijken of hier niet iemand is toevallig achter me. Die hebben we ook. Er zit hier nog iemand. Die hebben we ook. Er zit nog iemand. Ik zit in hun spam. Ze bleven maar komen. We gaan nu wel lekker. 12 van 5. Ik ga hier onder water langs. En dan hier de trap opklimmen. En hopen dat niemand mij voor die tijd ziet. En dan kijken of ik mensen kan killen. Hij is er beneden gesprongen of niet. Ja. Ik heb hem. Daar nog een guy. Onderwater battles in deze game zijn raar. Ik weet niet, ze zijn wel leuk, maar ze hebben iets raars. Ik heb nu bijna geen ammo, want ik kan in het water blijkbaar niet reloaden. Dus ik reload hier even. En dan draaien we ons om en dan gaan we kijken of we mensen kunnen aanvallen. En door die war machine kon ik niet zien dat daar iemand zat. Dus we gaan hier naar binnen. En daar zit er ineens twee. Oké. Ik ga niet eens vragen wat dat was. Ik dacht, we gaan hier naar binnen, maar blijkbaar had ik mijn persoon geen zin om naar binnen te gaan. Dus we blijven gewoon buiten. Hier is niemand. Daar is een guy, die is nu neer. Die hier was ook al neer. Kijken of daar nog iemand zit, volgens mij wel. Ja, die is nu ook neer. Ze zijn aan het snipen, ze hebben me door. Ik moet hier even weg. Ik reload deze even. Dan gaan we hier naar boven. En dan pakken we deze vent. Dan rennen we snel door. Zit er hier een vent naast ons? Gaan we hier naar binnen? Of hij slide gewoon niet en hij crouched alleen. Dat was jammer. Want als hij wel gewoon had geslide, hadden we het kunnen halen. Ik gebruik mijn specialist. Dan kan ik iedereen door de muur heen zien. Allemaal voor ons. Te zien, die komt er hier een de trap op. Nu is die neer. Ik blijf hier heel even staan campen. Want ja, kijk. Oké, we kunnen door. Pushen. Oh, dat is een shield. Ik ga het water in. We gaan kijken of we achter die shield komen. Blijkbaar niet. Even zien. Kunnen we hier nog wat doen? Als mijn teammate niet voor me gaat staan, wel. Maar zodra hij dat doet, kan dat niet meer. Dus we lopen gewoon via hier. Komt er één. Zo, jij hebt lag, vriend. Doe wat aan je internet. Alsjeblieft. Oké, kijken of we deze man kunnen neerhalen. Ah, ik weet dat hij hier ergens zit. Twee man. Dat is het. Dat waren ze, allebei. Zit hier iemand? Nee, achter mij komt weer iemand. Wachten, 3, 2, 1. Hey, vriend. Die is ook neer. Ik gooi mijn dart even hier. Dan weet ik of er iemand komt. Ik weet dat er achter me nu even niemand komt. Daar zit iemand te snipen, daar ga ik niet eens mee proberen te vechten. Ik ga deze man hier even proberen te helpen. We gaan even naar hier. Kijk of hij daar komt. Daar komt hij niet. Dan is hij nog steeds daar. Hij is daar weg. Is gewoon weg. Is gewoon weg. We gaan terug. En hier komt nu iemand. Oké. Die had ik gewoon niet. Hij heeft de snelste in de SMG. En die kan mij makkelijker neerhalen op close range dan de rest. Oké, even zien of hier iemand loopt. We gaan gewoon naar het midden hier. Pushen. Die is neer. Oh, kijken of we die guy neer kunnen halen. Dat was een gekke kill skill. Steal, sorry jongens. Waarom slide mijn persoon? Mijn controller is zo verneukt dat ik af en toe gewoon niet meer kan rennen. Dat deed hij expres. Af en toe stop ik gewoon met rennen. Dan kan ik dus niet die slide doen zoals hier. Hier is twee man. Zijn er twee? Dat zijn de hele tijd dezelfde twee. Oké, we moeten hier weg. Komt iemand achter ons? Die is volgens mij neer. Ja. Dan hebben we hier een sensor dart. Dan kunnen we dat gebied zien. Oké, ik dacht al dat hij zat te snipen. Er zit hier iemand, blijkbaar nu. Voor. Hij is daar het raam ingegaan. Ik heb echt een hekel aan die snipers in deze game.
Het is nu gewoon te OP dat snipen. En ondertussen ga ik even dood op de domste manier ooit. Maar het snipen is op het moment nu iets te OP. Dus ik vind dat. Ik hoop dat ze daar nog iets aan gaan doen. Ik vrees van niet, eerlijk gezegd. Staan we voor, we staan gelijk. Kut, we moeten één dog tackle pakken. Dan winnen we. Ik stond achter een muur. Doe gezond, vriend. Dat is niet hoe de game werkt. Oké, okay, we hebben een dog tackle opgepakt. Ik ga mijn eigen dog tackle ook even oppakken, zodat ik zeker weet dat ik niet dood ga. Zo, even lekker sprayen. En we hebben gewonnen. Mooi. 27-18 is niet het. We begonnen heel slecht. Toen gingen we goed. Toen gingen we weer slecht. Ik weet niet wat ik vind een potje moet vinden, maar vinden jullie deze game nou leuk? Laat het dan even weten. Als deze game helemaal uitkomt, komen er meer video's van online. In september is de Blackout, de Battle Royale. Die ga ik waarschijnlijk ook opnemen. Dus hou mijn kanaal in de gaten als je dat wil zien. En dan zeg ik nog één ding en dat is tot de volgende video.